Na de oorlog hadden wij, kinderen die het overleefd hadden, bijna geen familie. Dus met tante Zus kun je praten, want die wist wat er met je gebeurd was. Allebei met tante Zus mee. En dus niet samen, hè? Al die mensen verstrakken, die schrikken, die... Wat is hier aan de hand? En tante Zus pakt mij bij de hand en zegt... Hanneke, we stappen hier uit. En we lopen naar de volgende coupé. En ze zegt... Hanneke... Je mag nooit meer over de ster praten, dan weten ze dat je Joods bent, dat is gevaarlijk. Het was de tante van de verrassingen, aan de ene kant. Maar aan de andere kant was het ook, oh jee, tante Zus, het is weer niet veilig, ik moet naar het volgende adres. Als ze komt, dan gaat er iets gebeuren. Ja, als ze komt, dan is het, oh jee, moet ik weer weg. Wat heb ik fout gedaan? En je moet weer een nieuw verhaal leren met een nieuwe achternaam. Hier at zij, dat zie ik in haar agenda's, 4 tot 5 keer per week. Daarachter stonden de potten met minestronensoep en met allerlei andere gerechten zonder te geuren. Zij zaten hier in grote tafels en banken, zaten ze hier bij elkaar. Dus dit was een soort fluisterruimte voor mensen uit het verzet. Die vrouw verdient een boek namens al die vrouwen... die in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het cement van het verzet hebben gevormd. En als zij kinderen onderbracht elders in het land, dan waren dat allemaal kleine eilandjes van veiligheid die niet met elkaar verbonden waren en de kaart zat in haar hoofd. Het was dus zaak dat niets naar buiten kwam. En daar komt dus iemand op de fiets. Het erf oprijden en roept Hanneke. Nou, dat is een beeld wat natuurlijk in je geheugen gegrift staat. Ik bedoel, ik herken onmiddellijk mijn moeder aan de stem. En ze roept Hanneke en ik vlieg in haar armen.